Ja, daar word ik heel blij van. En een handenjeuk om het schoon te gaan maken en te smeren en hem weer aan te zetten. Al bijna 7 eeuwen is het stadhuis de belangrijkste plek in de stad. Het Rijksmonument heeft Venlo mede gevormd tot de plek die het nu is. Voor veel Venlonaren is het een bekend gebouw. Maar er zitten op en rondom het stadhuis allerlei zaken verborgen. Het stadhuis was oorspronkelijk een woonhuis van een burger van de stad. Het was een voornaam huis, want het was van steen gemaakt. Toen de stad in 1343 stadsrechten kreeg, toen hadden ze een plek nodig om te vergaderen. Toen hebben ze in 1374 dat huis aangekocht en toen hebben ze er stadhuis van gemaakt. En dat huis is in de loop der tijd een aantal keer verbouwd tot een steeds voornamer stadhuis. Eind 16e eeuw hebben ze nog een keer verbouwd en toen is eigenlijk deze hele galerij waar we nu staan er aangebouwd en is een heel mooi bordes aan de voorkant gekomen. En toen is het stadhuis richting de markt gericht. De begane grond van het stadhuis diende in het begin ook als markthal en als waag, de plek waar goederen werden gewogen. Eind 16e eeuw vond er dus een grote uitbreiding plaats en werd het steeds meer het gebouw dat we nu kennen. Zo'n 100 jaar later werd op de eerste verdieping iets bijzonders aangebracht. We staan hier in de burgemeesters- en wethouderskamer met een prachtig goudleerbehang. Dat behang dateert uit de vroege 18e eeuw toen dit soort behangsels heel erg in de mode waren. Goudleer is een wandafwerking die bestaat uit een leer. En dat leer dat is bedekt met een laagje zilverfolie. En op die zilverfolie is een goudlak aangebracht. En nadat die goudlak wordt aangebracht, werd er altijd een relief in dat leer gemaakt. In Nederland zijn ongeveer 60 kamers nog bewaard gebleven met goudleer. Iedere kamer is natuurlijk toch wel heel erg anders. Het is natuurlijk heel erg bijzonder dat het goudleer er nog is. Maar het is natuurlijk helaas niet meer in de staat zoals het oorspronkelijk was. We kunnen ook niet meer helemaal terug, helaas. Maar het zou wel heel mooi zijn als het weer gewoon gerestaureerd kan gaan worden. Een ander bijzonder element in de BMW-kamer is de Adam en Eva-klok uit 1716. Maar dit is niet het enige mooie uurwerk in het stadhuis. De klok werd namelijk lange tijd aangedreven door het mechanisme van de torenklok. En die staat verstopt achter deze deur op de bovenste verdieping. Hier zien wij een prachtig torenuurwerk van de firma IJsbouts uit Asten. Hier geplaatst en gemaakt in 1903. Dus op een plek waar veel voorgangers zijn geweest. Maar het is fantastisch gemaakt. Het ziet een beetje stoffig en vies uit. Maar als dit is schoongemaakt en opgepoetst, gesmeerd, dan loopt dit nog eeuwen lang. Je hoort het, dat is de panning die je hoort klikken. En boven zien we ook iets moois gebeuren. Dat is het remontoir wat in werking kwam omdat ik de druk van de aandrijving weghaalde. En dit instrumentje zorgt ervoor dat dan toch het uurwerk blijft doorlopen. Ja, daar word ik heel blij van. En een handenjeuk om het schoon te gaan maken en te smeren en hem weer aan te zetten. Ja. Nu is de aandrijving boven van de wijzerplaten wordt nu verzorgd door een elektrische installatie. Maar dit prachtige torenwerk kan net zo nauwkeurig gemaakt worden als hier de nieuwste elektronische dingen. Wie omhoog kijkt, ziet de aandrijvingen dwars door de verschillende verdiepingen naar boven verdwijnen. Via allerlei kruip- en sluipdoorplekken kom je in het hoogste punt van het stadhuis terecht. Een luikje biedt al honderden jaren lang toegang tot de luidklok. En misschien wel het mooiste historische uitzicht van de stad.